Blijf maar zin, man. De Twins, hè? Ja, man, Twins. Zeg eens cola. 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 Jawel mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben een tijdje weg geweest omdat het winterstop was. Volgende week begint de competitie weer. Dan gaan we weer een paar toffe vlogs maken. Maar vandaag heb ik twee gasten. Zij domineren het as op YouTube. En dan heb ik het natuurlijk over... Super gaande in de building. Hey boys. Yes. We gaan een quiz doen met jullie. Oké. En ik ga jullie vragen stellen. Ja. Wie eerst het antwoord weet. Kijk, jullie hebben geluk, hè. Je ziet deze mooie Adidas bal, hè. Weet je wat je hier nu wel mee mag doen? Meenemen naar huis. Ik ga die floten, man, bro. Floten? Oh, ja, nee. Die ga ik floten. Die mag ik floten aan mijn eigen dochter? Of, ja, dan mag je. Jij mag hem mee. Hij gaat hem onder je volgers zeg maar weggeven. Juist, juist. Maar weet je wat het mooie is aan die bal? Nee. Je mag niet alleen kijken, maar ook... Je mag hem nu ook aanraken, boys. Oké dan. Wij gaan niet meer uit met een klein bedrag. Fok je hele fles, ik heb mijn eigen drank. Ik fluister in de oor of ze rijden kan. Ze zegt niet aanraken, maar kijk hem mag. Kijk hem mag. Kijk hem mag. Eerste vraag. 13 september 2017, Feyenoord tegen Manchester City. Jij was voor het eerst. Klopt. In het stadion. Wat was de ruststand? De ruststand? 2-0. Zo, nee, het was al 3-0, man. Yes, man. Yes, yes, man. Goed, ik heb even wat vergeten te zeggen. Als je een antwoord goed hebt, mag je die andere pieken op zijn oor, man. Oh, dus wat? Cube. Wat mag je? Mag je pieken? Die voetbal! Die speelt nee, die, die heb ik er niet bij verteld. Die heb ik er niet bij verteld. 1-0 Q. Tweede vraag. Ja. Noemde Mourinho zichzelf the only one of the special one? Hey. The special one. Yes, man. I think I'm a special one. Vraag 3. Tegen welke club scoorde Zlatan zijn wereldgoal in de Eredivisie in 2004? Onesse, man. Tegen NAC Breda? Yes. Zo, jij hebt het boek gelezen. Ik dacht dat jij de voetbalsupporter hier was, man, bro. Oh, wow, ik moet meer over Feyenoord praten, man. Hebben we net gedaan, City. Ja, had je goed, hè? Boys, vraag nummer 4. Wie was topscorer in het seizoen 2016-2017 in de Eredivisie? Zo, 16-17. Yes. Shit, dit was Feyenoord spelen. Ik weet het niet, bro. Ja, man, Jurgensen, man. Yes. Yes. Goed. Is dat even te twijfelen, man? Hij wilde een vraag over Feyenoord, dan krijgt hij hem toch? Nee, kijk eens. Boys, laatste vraag. Wat? Tegen welk land miste Frank de Boer in de halve finale op het EK van 2000 twee penalties? Zo, wat is dat dan weer, man? Argentinië. Hé, hey, bijna. Frankrijk. Brazilië. Ik zeg bijna. Brazilië. Was EK, broer. Oh shit. EK toch? Oké, okay, ja, EK. Wow, een tijdje zijn die Braziliaan Europees geweest. Nee, was Italië, boys. Gewoon zoals in de wedstrijd tegen Tsjechië. Nee. Oh, Italië. Ja, man. En dan heb ik nog een dilemma vraag voor jullie en dan zijn we alweer klaar. Oké. Okay. En jullie gaan lekker op YouTube met jullie clips en alles. Ja. Respect voor jullie. Maar een date met Monica Geuze met alles erop en eraan. Of Cristiano Ronaldo in je clip? Cristiano Ronaldo, 100%. Ja man, Cristiano Ronaldo. Ik wil zeggen, fuck Monica, maar ik heb de verliefde voor haar. Maar Cristiano Ronaldo, we hebben met Monica al leuke video's gemaakt. Plus, je weet toch, Monica is zwanger. Dus veel respect dat kindje komt eraan. Shout out naar Lars. Ik heb de naam vergeten. Maar toch, waar voetbal Lars? Groningen. Yes man. Boys. Ja, nee, Ronaldo man. Ronaldo in de videoclip is wel gek, maar dan ga ik wel een bar over hem gooien. Ja. Ja man. Nou. Tot zover dit. Dit was hem, man, boys. Jawel, mensen, dat was weer even een korte quizje met Q en met Nessim. We zijn er, man. Eerlijk, ze hebben wel verstand van voetbal, man. Nee, deze, man. Beide boys hadden wat vragen goed. Hey, boys, die bal. Eerst voor de kijkers, moeten we hem ondertekenen of zo gaan doen? Ja, we gaan hem straks even tekenen. Ik heb weer een stip vergeten. Okay. Geluk. Schild dat ik. Ja, kan gebeuren, hè. Maar wat moeten ze doen om die te winnen? Wat moeten ze doen? Ze moeten jou abonneren en ons volgen. Ja, dat moeten ze in de reacties zetten. Ja, ik weet niet wat, man, bro. Welke positie zou QC op het veld krijgen als hij zou voetballen? Dat is een goeie, dat vind ik een goeie. Het origineelste antwoord die wint. Origineel, ja. Leuk? Dat vind ik echt een hele goeie. Nou, toch. Goeie, maar, waar moet hij voetballen? Ik denk wel een gekke spitter. Ja, als ik geen YouTuber was... Spitter, man. Bro, als ik geen voetballer was, zou ik me overal kunnen zetten, man. Laatste man tot aan middenveld, man, bro. Controle. Allrounder, hè? Allrounder deze, joh. Maar ik heb voor YouTube gekozen. Ik dacht voetballer, ligt voor je toch. Ik ga voor YouTube. Hey, thanks voor het kijken. Ciao. Ciao. Hey, ciao, geen street knowledge.